Jeroen, er is witte rook. We hebben een nieuwe coach. Ja, ja. Nee, we hebben Jamelon Mulders bereid gevonden om in ieder geval het traject met de dames in te gaan tot en met de WK. Daarna ook stoppen. Dus hij heeft ook duidelijk aangegeven dat hij niet de ambitie heeft om langer bondscoach te zijn. Had zelfs twijfel überhaupt of hij bondscoach wilde zijn. Maar we hebben hem toch gevraagd om dit te doen. En dat heeft te maken dat het een goede coach is, veel ervaring heeft. Het proces wat nu gaande is, dat hij daar ook veel kennis van heeft, dat hij dat goed doet. En niet onbelangrijk, we hebben ook wel het idee gekregen vanuit de dames zelf, vanuit de speelsters, dat ze het prettig zouden vinden dat hij in ieder geval tot en met de WK blijft. Nou is het natuurlijk zo dat, we hebben hem eerder gesproken, hij leek in eerste instantie niet heel enthousiast. Hij stond er niet om te springen. Nee, klopt. Hij heeft voor zichzelf toch min of meer wel bepaald dat hij echt die ambitie om bondscoach te worden, dat hij dat terzijde heeft geschoven. Dat is ook de reden waarom hij echt als assistent bij Allison aan de slag wilde gaan. Om te kijken, te leren. Nu toch dit proces gaande is, het beroep wat er op hem gedaan wordt. Heeft hij toch gezegd, oké, ik ga dat commitment aan. Ik moet ook zeggen dat wij ook wel echt wel die vraag gesteld hebben. En dat het voor ons ook een belangrijk is dat hij dat gaat doen. Je hebt even getwijfeld, denk ik. Kan je hem even meenemen in jouw gedachten gewoon? Ja, was niet over twijfel. Het was over, we moeten beginnen voor de eerste 2, 3, 4 weken. Om een beetje duidelijkheid te krijgen, navigatiepunten te zetten voor de meiden en voor de hele ploeg en staf. En het was ook belangrijk voor mij om een indruk te krijgen, wat is aan de hand, hoe kunnen we dingen oplossen op het veld en buiten het veld. En mijn indruk is heel positief. Ik vind de hele ploeg en de staf zijn geweldige mensen. En ik heb het gevoel dat ik dingen kan toevoegen die op het moment nodig zijn. Zoals tot en met de WK. En dan is dat de proces die we nu aangaan. Tot en met de WK ben je coach van de Oranje Dames. Mm-hmm. Is het tot en met het WK? Het is tot en met de WK. Dat is zeker een punt. Het is zeker een punt. Ik denk vanaf de 18e juli ben ik niet meer de coach, niet meer de keepertrainer of in een andere positie. Nee, en waarom ben je daar nu al zo zeker van? Ja, omdat het de plan was van begin aan. Het was 1 jaar, het was niet heel een jaar, maar van september af, tot en met de WK als assistent. En ik heb daarvoor gezegd, ik heb nog andere dingen boeit in het hockey. Ja, dat is de familie, dat is de studie, dat is een beroep. Dat zijn alle dingen die ik belangrijk vind voor mij. En mijn plan is steeds niet de ambitie hoofdcoach te zijn. Nu is het zo dat ik zeg, oké, voor deze tijd ga ik dat doen, maar niet verder af. Hoe is de afgelopen periode voor jullie gegaan? Zijn jullie op zoek gegaan naar een andere coach? Nee, we hebben nog niet een andere coach benaderd. Dus we zijn echt nog niet op zoek gegaan. Daar gaan we nu mee starten. We hebben wel wat beelden nu bij het profiel. We hebben ook met een aantal dames in 1-op-1 wel over de situatie gesproken. En ook wellicht de toekomst. Dus we hebben nu wel beelden. En je zal begrijpen dat ik daar niet te veel over kan zeggen. Omdat dat natuurlijk ook snel over mensen gaat. Om aan de slag te gaan om te kijken van wie zou de meest geschikte zijn om het na de WK te gaan doen tot en met de Spelen. Ja, dus ik kan me voorstellen dat die zoektocht nu dan een beetje gaat beginnen. Ja, ik denk dat we nu heel rustig gaan bekijken van hoe, wat, wie, wanneer. Ja. Heb je dan een klein risico gelopen als bond, omdat je nog geen zekerheid had van Jamelon? Een klein risico, maar wel ingecalculeerd. Ja, dan zeg je eigenlijk al, hè, die zoektocht voor de nieuwe bondscoach die start nu. Er is een bepaalde profielschets. Kan je me meenemen in die schets? Ja, het is vrij breed hoor, laat ik dat vooropstellen. Dus er zit natuurlijk iets in van gevoel hebben voor het proces wat nu gaande is. Hè. Dus niet alleen maar hockey zijn, dus ook de bredere scope hebben als het gaat om de structuur binnen de bond. Verder kijken dan alleen maar het hockey wil ook zeggen dat je goed naar de groepsdynamiek, aansluiting jongeren aan je nationaal team, in dat soort structuren denken. Dus breder denken vinden we een erg belangrijke. We hebben het al een aantal keer over het traject gehad. Er is een heel traject gaande. Er loopt een onderzoek, er komt een rapport. Ja. In hoeverre heeft dat nog een rol in de zoektocht naar een nieuwe coach? Nou ja, je weet dat er in dat proces dingen gebeurd zijn. Hè? En in De afgelopen periode zijn er naar voren gekomen, naar boven gekomen. Hè? Dat individuele welzijn en hoe werken we samen, et cetera. Juist op dat soort trajecten, dat daar iemand wel in ieder geval idee of gevoel voor moet hebben dat belangrijk is. Ja. Naast nog steeds, en dat blijf ik maar roepen, er moet ook gewoon nog steeds tophockey gespeeld worden, hè? En gepresteerd worden. Dus het is altijd die combinatie van. En dat zal belangrijk zijn in het profiel.
Ja. Stond dat dan eerst lager op het lijstje? Nou, het is een onderdeel van wat je bijna automatisch meeneemt. Het stond niet zo hoog op de lijst als nu. Hoe gaat de komende periode eruit zien? Want in principe heb je destijds gezegd van we borduren verder op wat Allison eigenlijk neer heeft gezet. Ja. Maar nu is het moment voor jou, denk ik, met een WK in aankomst, dat er ook een soort van Jamelon sausje overheen komt. Ja, je moet mijn mening niet veranderen. Allison heeft mooie dingen neergezet. We hebben daar een mooie platform voor de staf en de meiden op die we kunnen bouwen. En dat doen we. We hebben ook in Spanje begonnen met. Het gaat niet om heel veel dingen te veranderen. Steeds niet. Ik ben heel blij steeds dat ze mij ooit genodigd heeft. En ik zie dat we met deze manier van hockey heel veel dingen kunnen bereiken. Ja, je zegt inderdaad van haar, je gaat niet heel veel veranderen. Maar je zei net wel, ik kan wel iets toevoegen. Wat kan je dan toevoegen? Mijzelf. En wat heb jij dan te bieden aan de groep? Ja, ik kan, mijn idee is op eerste manier het met de meiden over te hebben wat ik kan toevoegen. En het belangrijke is, wat hebben ze nodig? En dat is wat de meiden hebben ooit gesproken in de laatste dagen en weken. En daar zijn we nog steeds bezig met. En op het moment gaat het niet om ik vertel wat ik ga doen. Dat doe ik niet. Belangrijk is dat we aan het eind een goede sfeer hebben. Een goede ploeg. Een goede selectie die dan een succesvolle WK neerzet.